Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Afgelopen nacht heeft het een tijdje geregend. We zien het regengebied ook nog op de satellietfoto. Dat is inmiddels naar het oosten weggetrokken en vanuit het westen gaat nu overal de zon flink schijnen. De rest van de dag blijft het ook droog, er ontstaan wel wat stapelwolken, maar goed, daar valt geen neerslag meer uit. Het wordt 12 tot 14 graden, dat is wel een stap terug in vergelijking met gisteren en dat komt vooral door de noordwestenwind die die koelere lucht aanvoert. Vanavond dan wordt het ook overal weer helder. Het koelt af tot een graad of 10 zo rond een uur of 9 vanavond en de wind die gaat aanmerkelijk afnemen. Dan morgen dan ziet het er opnieuw heel aardig uit. Geregeld zonneschijn, het blijft overal droog en het wordt 15 tot 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Dan de dagen daarna op donderdag hemelvaart en bevrijdingsdag wordt het 16 tot 19 graden en misschien plaatselijk zelfs 20 Volop zonneschijn bij een wel vrij stevige wind uit het oosten tot zuidoosten. Ook vrijdag en zaterdag hebben we een wind uit de oostelijke richting. Daarbij wordt het nog een stuk warmer met 21 tot 23 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.